Even vraagje. Even vraag. Nee, nee. Even vraagje. Er komen heel veel bezuinigingen aan vanuit landelijk gestuurd. Ja, we hebben nu een demissionair kabinet, maar goed. Wat gaat lijst CT doen aan bezuinigingen in Almelo en de VVD? Dat zou ik ook wel willen weten. Maar eerst. Jouw lijst. Ben jij liberaal? Ik ben liberaal, maar goed, ga even verder. Ik ga niet. Geen antwoord. Nee, nee. Geen even, nee, ja, maar dat deed je bij het hoek. Hij heeft er geen antwoord op. Ja, maar hij heeft er absoluut nog niet over nagedacht. Dat deed hij bij het debat ook al niet, maar nu even wel. Als jij al een idee over mij hebt, dan zeg ik sowieso niks meer. Ja, maar wordt er bezuinigd of niet? Ja, maar je hebt al een vooroordeel over mij. Wordt er nou bezuinigd of niet? Ja, wordt er bezuinigd of niet? In Almelo? Ja. Moet toch? 6 miljoen? Waarop? Nou, waarop? Waarop? Nu. Nee, waarop? Waar wil je op bezuinigen? Waar wil ik op bezuinigen? Ja. Oh, er zijn genoeg dingen. Echt, nou, doen we eens wat. Echt niet alleen die hondenbelasting dat maar 10.000 euro oplevert en dat heel veel populisme maakt. Wil jij een stadhuis? Een groot nieuws, megalomaan stadhuis? Nou, niet zo groot. Kunnen we op bezuinigen? Dat kunnen we op bezuinigen. Subsidies kunnen we op bezuinigen. Waterrijk. Minder ambtenaren kunnen we op bezuinigen. Ja, Waterrijk Nijrees is ook niet zo heel groot van belang. Maar ik zal heel eerlijk zeggen, ik zal niet weten wat gemeente Almelo geld zal kosten. Hoeveel geld het zal kosten als we stoppen nu. Daar heb jij veel meer ervaring in. Daar hebben wij ook naar gevraagd. In het kader van de Masgoed heeft de VVD heel nadrukkelijk gevraagd of onze accountant ook naar de marsroute wilde kijken of dat allemaal wel klopt en wat het allemaal voorstelt. Ja. Die motie hebben wij ingediend en die is afgestemd. Ja. Schande, eigenlijk. Schande. Jij had hem gesteund. Ik zat erbij. Hij had hem absoluut gesteund. Okay. Ik zat erbij, Gerrit, maar het was weer een voorverkiezings publiciteit. Nee. Zo zag ik het vanaf de tribune. Ik het vanaf de tribune. Ik heb altijd gezegd, je moet nog een hoop leren. Ja, dat komt ook wel, tuurlijk. Nou, noem even twee voor jouw kiezers, want ik kijk allemaal anders. Dus noem het op dan? Ja, allemaal anders. Almelo anders. Almelo anders, oh. Nou, vertel even. Wat zijn de twee speerpunten van jouw lijst, nu? Wat zijn twee speerpunten van mijn lijst? Ja, en niet kleurrijk Almelo, want dat kennen we nu wel, maar gewoon... Voor een betere dialoog en kleurrijk Almelo. Mag zelf bepalen wat ik zeg, dankjewel. Viva la democratie. Oké. Okay. Mag zelf... gratis warm voor alle Almelo's. Oké, heel goed. Gratis lussensoep. Oké, heel goed. Ja, goed.